VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Een vooruitblik op Feyenoord VVV, reacties op de bekernederlaag in Alkmaar en Damien van Brugge mag een nieuw fragment in de top 3 zetten. Maar nu eerst terug naar de laatste competitiewedstrijd tegen Emmen. Zoontjes die ver terug speelt, steeds het spel moet maken, de man van de openingen. En dit is zo'n opening, een goeie hoor. Maar dan is de voortzetting weer minder. Maar is daar toch opnieuw Seuntjes. En daar is de 0-1. Mlappa. Penny Mlappa. Groot en sterk natuurlijk. Maar dat mogen de verdedigers van Emmen zich toch ook aanrekenen hoor. En dan wordt het voor de Drenthe een lastig karwei. Want VVV geeft heel weinig doelpunten weg. Bakker op Banning. Het lijkt mij een vrije trap. Banning blijft liggen. Ja, die komt hard aan. Wat is het oordeel van Rob Dieperink in zijn derde wedstrijd in de Eredivisie bij het zien van deze beelden? Hij trekt een kaart en dat is rood. Ja, daar kan je zomaar een kaart voor krijgen. Kavlan, en nu? En nu het vervolg. Ja, die tegen de lat. En dan zit het niet mee ook, Arias. En dan nog een keer Arias. En weer niet. Ja, dan moet je ook een beetje mazzel hebben. Gronsveld, het zal toch niet Gronsveld zijn? Het is inderdaad Gronsveld. 1-1. Daar is hij dan toch. Zijn eerste basisplek. Hij is de man die de hoop terug doet brengen hier aan de Oude Meerdijk in Emmen. Met zijn knappe goal. Jansen. Jansen. En Slagveer. En weer die geweldige Dekselse Hoenderstal. Kavlan. Oh, dat scheelt weinig. En dan is het afgelopen. En zo schudt Dick Lukien de hand van Maurie Stijn en eindigt FC Emmen tegen VVV in 1-1. De wedstrijd begint zoals je hem eigenlijk hoopt dat hij begint. Volledig controle. Leek wel of Emmen ook iets verrast was door onze tactiek die we gekozen hadden. Vrij snel met Seuntjes eruit op een centrale verdediger. Vrij snel onder druk gezet. Veroverde de bal snel. Ik denk dat we aan de bal ook heel veel dingen goed hebben gedaan. Ook in de vrije mensen hebben gezocht. Komen goed voor. Ja, de wedstrijd is onder controle. Waarbij je eigenlijk zoiets hebt van nou, deze wedstrijd kan eigenlijk niet. Dit loopt volgens plan. Nou goed, dan krijg je natuurlijk het moment met Roel Jansen. En dan, dan wordt het daarna een heel lastig verhaal. Dan moet je met 80 minuten moet je met 10 man stand houden. Dat hebben we op één moment na prima gedaan. Maar goed, het is een beetje dubbel. Blij met het punt na zo lang met 10 man te hebben gestaan. Maar ook wel teleurgesteld. De rode kaart en dat je daardoor eigenlijk denk ik 3 zekere punten weggeeft. Ja, even naar die rode kaart. Het was wel een rode kaart volgens jou? Ja, dat denk ik wel. Alleen, ik vond het een onbesuiste actie. Maar totaal niet de intentie om Banning te blesseren. Dus ik denk dat met de kaart op zich kan ik wel leven. Maar ja, dan de 4 wedstrijden schorsing, dat vind ik dan wel weer buiten proporties. Want dat staat niet in verhouding met de eerdere overtredingen die we gezien hebben. We hebben nog wat beelden erbij van het begin van het seizoen. Waarbij een speler van Heerenveen exact dezelfde tackle maakt. En die komt dan weg met geel. Dus ja, dat is voor mij totale willekeur dan. VVV ging dus niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 4 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk voor Roel Jansen. De tuchtcommissie hield echter voetbal stuk en handhaafde het schikkingsvoorstel. Vrijdagochtend bespreekt VVV of het verdere stappen neemt tegen de schorsing. Doen ze dat, dan is Jansen wel inzetbaar tegen Feyenoord, omdat een speler terwijl het beroep nog loopt speelgerechtigd is. En dan terug naar gisteravond, de tweede ronde van de KNVB-beker, waarin VVV in Alkmaar met 2-0 onderuit ging tegen AZ.
De Venlonaren begonnen de wedstrijd met flink wat wisselspelers, zoals gebruikelijk in de beker voor Stijn. Maar daar had de trainer deze keer toch ook andere redenen voor. Ja, daar heb ik zeker een reden voor. Gerald, die met zijn leeftijd al sowieso geen 3 wedstrijden in 1 week speelt. Malappa vorige bekerprogramma gespeeld. Daarna moest hij na kwartier tegen Excelsior eruit. En Opoku is er maanden uit geweest. Dus dat is gewoon voor die jongens te veel. Nou, Susic en Seuntjes hebben afgelopen vrijdag ongelooflijk diep gegaan. Met 80 minuten met 10 man gespeeld. En ik vind ook dat de jongens die daarachter zitten, zeker de middenvelders van Brugge en van Ooyen, er heel dicht tegenaan zitten. En het plan wat ik had met Van Brugge en van Ooyen, samen met Post om het middenveld heel dicht te maken en dan gokken op de snelheid voorin. Nou, dat was het idee daarachter. Dus deels een plan, deels uit voorzorg om schade te beperken. Nou, Roel Jansen was geschorst, dus daar konden we sowieso niet anders. En verder rest heb ik ook in mijn ogen met de sterkste, maar sowieso met de fitste gespeeld. Omdat ik ook daar vandaan het eerder dat het nodig was tegen AZ. Het ging goed, hè, tot eigenlijk de eerste helft. AZ had het heel erg lastig tegen jullie. Daarentegen, jullie konden eigenlijk niks creëren. Ja, en dan kom je uit de rust en dan ligt hij al na 30 seconden bij jullie in het doel. Ja, dat is dan het jammere, want iedereen begint natuurlijk over de opstelling. Maar volgens mij was de eerste helft helemaal niks aan de hand. AZ de ruimtes klein gemaakt. Ik vond wel dat we aan de bal heel matig waren. Elke bal speelden we terug, terwijl die gewoon vooruit kon. Maar goed, dan is wel het scenario wat je voor ogen hebt. 0-0, uit de rust goed komen. En nou, wij hadden al een plan met Malappa en met Seuntjes klaar om die van Lieverlee te gaan brengen. Omdat ik ook vond dat we te weinig voetbal hadden. Nou ja, dat is dan binnen 30 seconden kun je je plan in de prullenbak gooien. Voetbal is natuurlijk blijft een foute sport, maar je moet wel gewoon goed blijven verdedigen. En het is niet alleen te wijten aan die fout en dat doelpunt dat we verloren hebben. Alleen, het speelt wel mee als je dat langer volhoudt, dan gaat AZ meer twijfelen. En nu is die goal, zag je bij hun ook de opluchting van nou, we staan 1-0 voor, het is toch lekker te voetballen. Dus het is wel een belangrijk kantelpunt in de wedstrijd. Alleen, kan je die uitstellen, dan denk ik dat we hier AZ het heel lastig hadden kunnen maken. Ja, want daarna nemen jullie steeds meer het initiatief. Jullie worden wat gevaarlijker. Ja, denk je niet als je hier op volle sterkte was geweest, dat je het gewoon goed had kunnen doen? We waren op volle sterkte. Dit waren de fitste jongens om te spelen. Kijk, we hebben allemaal in Emmen 80 minuten met 10 man echt als van ons voor ogen gelopen. En ja, dan heb je een brede selectie eindelijk waar iedereen het over hebt. En ja, dan moet je die jongens ook gebruiken. En die zijn goed genoeg om dit soort wedstrijden te spelen. En ja, dan is het nu makkelijk om te zeggen van met andere jongens hadden we wel resultaat. Maar het plan werkte. Wat je eruit haalt is dat is de dingen die je aangeeft, die je bespreekt van tevoren, die je ook in de rust aangeeft, dat elke keer weer waarheid is. Dus heb je het over van de week geen domme acties, want het kost je de wedstrijd. Dat heb je gezien tegen Emmen. Nou, nu begin heb je het in de rust benadrukt. Begin scherp aan de tweede helft. Geen doelpunten weggeven. Niet nonchalant verdedigen. Ja, dat doen we dus wel. Dus ik hoop met name dat de spelers er wat van leren. Kijk, je wint en je verliest met z'n allen. Dat vind ik niet erg. Maar wat ik wel vervelend vind als je dingen voorspelt en dingen bespreekt en het wordt dan niet gedaan. Daar heb ik wel moeite mee. Nou ja, wat je ervan leert. Kijk, je staat hoog op de ranglijst. Maar je moet natuurlijk niet vergeten, wij, maar ook de mensen, ja, dat wij gewoon VVV blijven. En dat zie je in kwalitatief AZ, wat je op de bank bij hun hebt ziet zitten. Wat er in het veld staat. Dat is natuurlijk nog wel een wereld van verschil van wat wij hebben. En dan kan je zo'n wedstrijd verliezen. En dat doen we met een bepaald strijdplan. En dat werkt of dat werkt niet. En vandaag kan je zeggen dat het niet gewerkt heeft omdat je verloren hebt. Maar we hebben AZ toch nog tegenstand kunnen bieden. En ik denk dat wij als VVV en AZ uit van tevoren weten dat het een lastige wedstrijd wordt. Ook in de fase waarin hun nu zitten. Maar ze hebben kwaliteit genoeg om van ons te winnen. Zondagmiddag laat treedt VVV in Rotterdam aan tegen Feyenoord. En bij Feyenoord uit denken veel mensen terug aan vorig seizoen en aan deze mooie gelijkmaker vlak voor het einde. Ja, het was een leuke wedstrijd. Ja, eerste keer in de basis volgens mij. Gelijkspel en ik maakte toen in een van de laatste minuten de 1-1. Dus dat was wel een gaaf moment. Dat zijn goede herinneringen. Toch even kijken naar jouw situatie op dit moment. Dat is een situatie van weinig spelen. Hoe lastig is dat voor jou? Ja, dat is moeilijk. Van tevoren hoop je natuurlijk dat je veel aan spelen toe gaat komen en jezelf kan laten zien. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. En daar baal je wel van. Want je moet natuurlijk wel
elke dag alles geven en dan wil je het in het weekend ook laten zien. En als je dan op de bank plaats moet nemen, dan is dat op zijn zacht gezegd helemaal niet leuk. Hoe komt het? De anderen zijn beter? Ja, dat weet ik niet. Andere keuzes. Ik denk nog steeds dat ik gewoon kwaliteit heb om te spelen. Maar de trainer maakt andere keuzes en tot nu toe hebben we daarmee punten gepakt. Dus wat dat betreft heeft hij daar wel gelijk in. Ja, de successen zijn er natuurlijk. Jullie staan momenteel zesde. Maar het voelt toch anders? Maak je wel deel uit van dat succes op dit moment? Jawel, ja, want je doet natuurlijk op de training doe je ook gewoon alles samen. Alleen als je een keer hebt gewonnen of zo, dan... dan is het toch anders als je wel speelt of als je niet speelt. Dan ben je wel gewoon blij voor het team en gewoon voor de club. Maar zelf baal je dan toch af, weer niet gespeeld. Maar ja. Heb je het er ook over met de trainer? Weinig. Toevallig de laatste keer. Hij zei, blijf gewoon doorgaan en je kansen komen wel. Dus ja, dat blijven we dan maar doen. Het hoort erbij in het profvoetbal. Ja, klopt, hoort erbij. Je hebt altijd te maken met ups en downs. Je hoopt natuurlijk op zo min mogelijk downs. Maar ja, soms heb je ook wel eens van die fases dat het gewoon niet helemaal gaat zoals je wil. Maar ja, dat hoort erbij. En ik ben ook pas 22, dus ik heb nog wel even te gaan. En een sterke bank is ook belangrijk. Ja, klopt. Ja, ik denk dat dat wel dit seizoen wel het geval is. Ik denk dat we zeker op de bank ook een aantal jongens hebben waar het team... absoluut niet minder van wordt. Dus dat is in principe is dat wel goed. Aan het einde kwamen we vorig jaar wel nog een paar spelers tekort die de trainer erin kon brengen zonder dat het een probleem was. Afwachten dus voor Damien. Hij heeft in ieder geval weer de kans gekregen in het bekerduel tegen AZ gisteravond. Dan terug naar Feyenoord. Voor deze wedstrijd geldt hetzelfde strijdplan als vorig jaar en zoals tegen AZ voor de beker. VVV zal zich vooral richten op het verdedigen tegen de nummer 3 van de Eredivisie. Ja, maar je wordt ook vaak gedwongen door een tegenstander. Hè? Als je ziet AZ, daar heeft iedereen het idee van dat dan een slechte ploeg is, omdat ze 3 keer verloren hebben. Maar kijk maar naar het elftal, kijk maar naar de bank, is gewoon een uitstekend elftal. Dus dan word je wel vaak noodgedwongen teruggedwongen. En op het moment dat je wel hoog druk zet en in de 1 tegen 1 gaat, dat hebben we nu ook bij Vlaag gedaan. Nou, ja, dan zie je dat ze er zo doorheen lopen en dan geef je pas veel kansen weg. Dus ja, ik denk dat je er ook soms niet aan ontkomt om iets meer verdedigend te spelen. En in de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennart T. En het is zover. VVV is nu kampioen van de Jupiler League voor de 3e maal in de geschiedenis. En de ontlading is groot bij de spelers van VVV. 0-0 is voldoende. En dit is de tastbare schaal. Iets tastbaars. En de schaal is nu voor VVV en voor Danny Post. VVV, de terechte kampioen van de Jupiler League in het seizoen 2016-2017. Post bezorgd bij Rutte. Rutte, schijnbeweging, voorzetje. Nou, Seuntjes er maar. Nee, van de lijn gaat het Troepé. Nogmaals, het kan nog. Nee, Susic ook niet. En Grotton, ja, dat lukt wel. J. Roy Grot met zijn tweede van het seizoen. En de beslissende treffer in dit duel. Die van VVV hadden €5 betaald. En mochten 4 keer schieten. ...2-0, wedstrijd voorbij. En zo is VVV bezig aan een geweldig seizoen. En zo ziet de top 3 eruit na vorige week. Damien van Brugge mag er deze keer een nieuw fragment inzetten. Maar eerst, welke gaat eruit? Ik denk dat moment de overwinning op ADO. En ik wil de goal tegen Emmen erin zetten, omdat... Ik hoorde laatst op de Fox Sports dat het de langste 1-2 was ooit in het betaalde voetbal. En twee maatjes van mij die maakten die 1-2. Dus dat is wel een leuk moment. Maar je twee maatjes van jou zeg? Ja, Ralf en Moreno. Wij rijden altijd met z'n vieren, met Peter van Ooyen erbij. Rijden we altijd vanaf Gelderop rijden we altijd richting
richting hier. Suntjes die ver terug speelt. Steeds het spel moet maken, de man van de openingen. En dit is zo'n opening, een goeie hoor. Maar dan is de voortzetting weer minder. Maar is daar toch opnieuw Suntjes. En daar is de 0-1. Mlappa. Penny Mlappa. Groot en sterk natuurlijk, maar dat mogen de verdedigers van Emmen zich toch ook aanrekenen hoor. En dan wordt het voor de Drenthe een lastig karwei. Want VVV geeft heel weinig doelpunten weg. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.